Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolken boven Nederland, maar ook brede opklaringen. Dat betekent dus dat we een afwisseling hebben van wolken en zon. Er vallen helaas ook weer enkele buien, die komen verspreid over het land voor, kan dus in elke regio gebeuren. Maar een verregende dag wordt het zeker niet. En voor het westen ben ik zelfs redelijk positief: ik denk dat de buigheid daar behoorlijk afneemt en dat vanmiddag daar de meeste zon zal schijnen. In het noorden en in het binnenland houden de buien vanmiddag en ook nog deels vanavond aan. Temperaturen 17 tot 19 graden. En de wind neemt behoorlijk toe. Door Wadden komt een windkracht 6 te staan. In het zuiden windkracht 3. Vanavond 15 graden afnemende buiigheid. In de nacht is het dan grotendeels droog. En ook morgen overdag valt er slechts een enkele bui. Het droge weer overheerst. Verder opnieuw een afwisseling van zon en wolkenvelden. Het wordt iets warmer dan vandaag. 18 tot 21 graden. Zaterdag kan er een lokale bui vallen wolkenvelden hebben de overhand, heel af en toe breekt de zon door. Maar we komen wel een zachtere lucht, daardoor stijgt het kwik naar ongeveer 22 graden. Zondag is de kans op regen weer wat groter, vooral in de ochtenduren, en de temperatuur moet dan weer iets inleveren. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl